In 1798 beweerde de Britse econoom Thomas Malthus dat bevolkingsgroei vanzelf zou stoppen omdat de hoeveelheid beschikbare landbouwgrond op aarde beperkt was. Hij had berekend dat de wereldbevolking van nature sneller groeide dan het land dat geschikt was om voedsel op te verbouwen. Door hongersnoden, ziektes en oorlogsgeweld bleef het aantal mensen op aarde daarom beperkt. Malthus beredeneerde dat zulke catastrofes een natuurlijke balans brachten als de bevolking te groot dreigde te worden. Hij gebruikte wiskundige en wetenschappelijke modellen om zijn theorieën te onderbouwen. Zijn theorieën klopten dan misschien wel voor de oude wereld, maar niet voor de nieuwe wereld die in de 19e eeuw ontstond. Thomas Malthus kon niet voorspellen welke fenomenale uitvindingen zijn theorie volkomen ongeldig zouden maken. In geen enkele andere eeuw veranderde Europa zo ingrijpend als in de 19e eeuw. De voorspelling van Thomas Malthus kwam niet uit. Tussen 1800 en 1900 verdubbelde de bevolking van Europa van 200 tot meer dan 400 miljoen inwoners. En dat is zonder de bijna 40 miljoen Europeanen die emigreerden naar andere delen van de wereld. In deze video leer je over de uitvindingen en de ontwikkelingen die Europa en de rest van de wereld in de 19e eeuw voorgoed veranderden. Rond het jaar 1800 woonde slechts 3% van de wereldbevolking in een stad. Bijna iedereen werkte in de landbouw op het platteland en zorgde min of meer zelf voor al zijn levensbehoeftes, zoals voedsel en kleding. Door armoede, oorlogsgeweld, ziektes en honger groeide de bevolking nauwelijks. Veel van de dingen die wij associëren met onze comfortabele moderne wereld moesten toen nog worden uitgevonden. Zoals de Engelse schrijver Thomas Hobbes het menselijk bestaan omschreef: Er is voortdurende angst en het gevaar van een gewelddadige dood. De mens leeft eenzaam, armoedig, smerig, bruut. En kort. Maar in Engeland werden aan het begin van de 19e eeuw de eerste tekenen van een ingrijpende verandering zichtbaar. Dankzij wetenschappelijke inzichten ontdekten landeigenaren en boeren hoe ze hun land zo efficiënt mogelijk konden bewerken. Tegelijkertijd bedachten slimme uitvinders allerlei nieuwe machines om de boeren nog meer werk te besparen. Zo kon er met veel minder moeite veel meer voedsel worden geproduceerd. En genoeg voedsel betekent een gezondere bevolking en minder kindersterfte. En zo begon de explosieve bevolkingsgroei. Behalve voedsel hebben mensen ook kleding nodig. Door de bevolkingsgroei ontstond dus ook een enorme behoefte aan textiel. Uitvinders en wetenschappers bogen zich over de vraag hoe je het proces van textielproductie nog verder kon versnellen. En net als in de landbouw werden er nieuwe machines uitgevonden, zoals de spinning Jenny en het waterframe. Door constante verbeteringen werden die machines steeds groter en efficiënter. Er werden zelfs speciale gebouwen neergezet waar die machines inpaste, fabrieken. En omdat ze zo groot werden, konden ze niet meer worden aangedreven met wind of waterkracht. Stoommachines losten dat probleem op. De uitvindingen en innovaties volgden elkaar zo snel op dat men al snel begon te spreken over een revolutie. In zeer korte tijd ontwikkelden zich in Europa industriële samenlevingen. Mechanisch, dynamisch en grootschalig. Fabrieken met machines die werden aangedreven door stoomkracht vervingen de spierkracht van mensen en paarden. Kleine familiebedrijven verdwenen om plaats te maken voor gigantische bedrijven met honderden en soms zelfs duizenden arbeiders. Men trok massaal van het platteland naar de steden, want op de boerderijen was er door de mechanisatie veel minder werk, maar in de steden was er in de fabrieken een grote behoefte aan verse arbeiders. Er was bovendien ook voldoende werk in de mijnen, waar steenkool en ijzer werden opgegraven om de nieuwe machines van de industrie te bouwen en aan te drijven. En om het vervoer van grote hoeveelheden voedsel, grondstoffen en mensen mogelijk te maken, moesten er kanalen gegraven worden en spoorlijnen aangelegd. Stoomschepen en stoomtreinen lieten mensen sneller reizen dan ooit in de geschiedenis nog nooit was er iemand sneller gegaan dan het snelste paard waar hij op zat, maar in de 19e eeuw maakte de stoomtrein nieuwe snelheidsrecords mogelijk. Een reis die normaal weken of zelfs maanden duurde, kostte nu slechts een paar uur of hooguit een dag. En machinaal aangedreven drukpersen zorgden daarnaast voor een heuse revolutie in de communicatie, net als de telegraaf die het mogelijk maakte om in enkele seconden een bericht naar de andere kant van de wereld te sturen. De industriële revolutie had dus niet alleen gevolgen voor de manier waarop producten werden gemaakt, maar betekende ook een complete transformatie van het dagelijks leven en het denken. En zo ontstond de industriële samenleving. De industriële revolutie had ook ingrijpende gevolgen voor de internationale verhoudingen. Want hierdoor kregen de Europese landen een enorme economische en militaire voorsprong op de rest van de wereld. Oorlogsschepen en legers werden uitgerust met steeds grotere en dodelijkere wapens. En dankzij de industrie konden die ook sneller en op grotere schaal worden geproduceerd. En diezelfde revolutie leidde dus ook tot een grotere bevolking en dus tot meer potentiële soldaten. Tussen de landen van Europa heerste een langdurige vrede. Tegelijkertijd betekende de industrialisatie van Europa een groeiende behoefte aan goedkope grondstoffen, zoals ijzer, steenkool, katoen en rubber. Daarom trokken de Europeanen met hun legers de binnenlanden van hun overzeese koloniën binnen. De Britten breidden razendsnel hun empire uit in Afrika en Azië. De Russen, de Duitsers, Belgen, Nederlanders en Italianen volgden in hun voetsporen. De grote verliezers waren onder andere het Chinese Keizerrijk en het Ottomaanse Rijk in het Midden-Oosten. En in slechts 40 jaar tijd werd heel Afrika gekoloniseerd en tussen de Europese landen verdeeld. Deze kolonisatie van Afrika en Azië, met als doel de totale overheersing van nieuwe gebieden door Europese grootmachten, noemen we het modern imperialisme. Behalve de zoektocht naar grondstoffen betekende het ook de uitbreiding van de afzetmarkt voor die industriële producten. Die konden voor enorme winsten worden verkocht aan de bevolking in de koloniën. Daarbij konden diezelfde inwoners ook als spotgoedkope arbeidskrachten worden ingezet op de plantages en in de mijnen. En verder werden er in de koloniën scholen en ziekenhuizen gebouwd, en wegen, havens en spoorwegen aangelegd om het bestuur nog efficiënter te maken. Soldaten en ambtenaren werden permanent in de koloniën geplaatst om toe te zien op de bevolking, die vaak met harde hand werd onderdrukt en uitgebuit. Maar, zo zeiden de koloniale bestuurders, en dat is allemaal noodzakelijk om deze wilde mensen beschaving bij te brengen. Die geschiedenis heeft diepe sporen en vele zwarte bladzijden nagelaten die de verhoudingen in de wereld tot op de dag van vandaag blijven beïnvloeden. De 19e eeuw werd de eeuw van Europa, dankzij de Industriële Revolutie en het modern imperialisme. Eeuwenoude wereldrijken hielden op te bestaan en hun plaats werd ingenomen door nieuwe grootmachten. De catastrofe die Thomas Meldes had voorspeld, vond niet plaats, tenminste niet in Europa. Maar de vraag is of dat ook geldt voor de bewoners van de gebieden die door de Europeanen werden gekoloniseerd. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer!